Goede vrienden, toen ik van Rome naar Antwerpen kwam, dacht ik, West-Vlaanderen, dat is de vlakste provincie van België. En hoe verder van West-Vlaanderen, hoe meer heuvels en bergen er zullen komen. Maar eenmaal in Antwerpen stelde ik vast dat daar niets van aan is, in tegendeel. De vlakste provincie van heel België is de provincie Antwerpen. Als bisschop weet ik, zodra het landschap begint te heuvelen en te glooien, dan zit ik bijna in het bisdom van een buurbisschop. Vandaar ook dat in de provincie Antwerpen elke plek die een beetje hoger gelegen is, onmiddellijk een berg genoemd wordt. En zo is het ook hier op de Kruiskusberg, zoals we die noemen in Bevel. Een hogere zandrug, een verhoging, hier midden de natuur. Denk de kapelletjes van later eventjes weg en keer 5000 jaar terug in de geschiedenis. 5000, dat is nog voor vader Abraham in het Midden-Oosten. In het midden van de steentijd, dan is hier in deze streek al bewoning. In de lagere school noemden we dat de oude Belgen, maar dat waren toch wel de heel oude Belgen toen. Ze woonden in deze streek omdat hier leven en goed leven was. Er waren zandruggen en heuvels en gras waarop schapen konden weiden. Er was voldoende water in de omgeving, ook door de vennen en de moerassen. In de rivieren was er voldoende vis te vinden. Vlees, vis, melk. Wat heb je meer nodig voor het primitieve leven van toen? Dat hier leven was rondom deze zandverhoging, dat weten we, omdat hier bij opgravingen ook prehistorische werktuigen zijn naar boven gekomen. De grond zelf is een mengeling van zand en klei, waardoor deze heuvel ook de tijd doorstaan heeft en niet is weggewaaid zoals duinen dat wel eens doen in de loop van de geschiedenis. In de 13e eeuw, maar dan zijn we dus al heel lang na 5000 jaar geleden, in de 13e eeuw zegt het verhaal of de legende, passeerde hier rond deze plek een herder met zijn schapen. Niet de schapen hadden dorst, maar de herder had dorst en was bovendien wat ziek. Hij dronk hier rond deze plek van een bron en de herder was genezen. Over zijn schapen zegt de legende niets. Die zullen wellicht ook gelukkig geweest zijn dat hun herder genezen was en verder met hen door de bossen en de heide kon trekken. Ons vandaag zegt het misschien wel iets over herders die ook voor zichzelf moeten zorgen. Herders die niet alleen moeten zien dat de schapen te grazen, te weiden en te drinken hebben, maar dat ze ook voor zichzelf zorgen en op tijd, ik zou niet enkel zeggen iets te drinken hebben, maar wel voor hunzelf, voor hun gezondheid, voor hun innerlijk leven zorgen. In de 13e eeuw, zegt het verhaal, werd hier een herder genezen door te drinken van de bron. En de mensen die waren buiten zichzelf van verbazing voor zulk een wonder en het was vertrokken. Mensen kwamen kijken, maar vooral ook mensen kwamen met hun eigen vreugde en verdriet, met hun eigen vragen hier naar deze heuvel. En langzamerhand werd deze heuvel een heus bedevaartsoord, een bedevaartsplaats. In 1861 werd er een kapel gebouwd op deze heuvel. En 3 jaar later, in 1864, werd voor de kapel dit grote kruisbeeld gezet. Het kruis, rondom rond staan teksten geschreven, de datum, wie het kruis sponsorde en wanneer. Maar hier de voorkant is een spreuk van Johannes Chrysostomos. Ik lees de tekst zoals die hier staat even luidop.
Het kruis is de hoop der christenen, de verrijzenis der doden, de troost der armen, het hout van het eeuwig leven. Een heel gebalde tekst die veel zegt over wat mensen hier voelden en meemaakten. Er wordt gesproken over de hoop van de christenen. Mensen die wanhoop voelden of die het niet meer zagen zitten, kwamen naar hier. Wanhoop omdat het oorlog was of strijd, omdat er ziekte in de streek was, besmettelijke ziekten of andere. Omdat het ook een arm gebied was hier. Dit was geen rijke landbouwgrond. Dit was ook geen gebied van rijke handel. Armoede, ziekte, het zal wel vaak in de streek hebben gezeten. Hoop. Maar ook de verrijzenis van de doden. Voor iedere mens, voor iedere gelovige is de dood een vraag. Stopt het? Is dat het einde? Of mogen we nog hopen op verrijzenis? Is er leven? Ik denk dat mensen hier jong en oud in het oog van de dood zijn komen bidden en vragen om het licht van de verrijzenis te mogen ervaren. Troost. Troost voor de armen. Dat er armoede geweest is in deze streek, dat weten we. De Kempen was niet het rijkste gebied van de streek, wel in tegendeel tot in een vrij recent verleden. Mensen kwamen troost zoeken. Troost om een situatie te dragen, maar troost ook om aan die situatie iets te doen. En er in die moeilijke situatie met elkaar het beste van te maken. Het hout van het eeuwig leven. Een mooie tekst die zegt hoeveel soms tegenstrijdige gevoelens in het leven kunnen samengaan. Wanhoop en hoop, dood en leven, duisternis en licht, armoede en toch rechtstaan, hopen op beterschap. Het ligt allemaal niet ver van elkaar. En omdat die levenservaringen niet ver van elkaar liggen, moesten mensen ook niet ver lopen om op zulke plek toch iets van diepgang en vreugde te vinden. Langzamerhand is deze kleine heuvel volgebouwd. We zegden al 1861 de kapel, 1864 het grote kruisbeeld, maar dan in 1895 zijn ook de 7 kruiswegkapellen erbij gekomen. 7 kapellen, want 2 staties van de kruisweg per kapel, dus 14 staties samen. Mensen die kwamen binnen konden niet enkel de kapel binnengaan of wat voor het kruis staan. Ze konden ook stilletjes rondom de kapel de staties van de kruisweg afleggen. Bij iedere statie even halt houden, wat zitten, wat knielen en hun gebed richten. Heel het verhaal van het lijden van Christus, vanaf de arrestatie, het dragen van het kruis, de kruisiging, tot en met het sterven en de graflegging. Zoveel verschillende scènes waarin mensen iets van hun eigen lijdensweg heel concreet soms konden herkennen. Hun lijden verbinden met dat van Jezus, maar tegelijkertijd ook kijken hoe Jezus door zijn lijden heen was gegaan. Een verhaal van herkenning en verbondenheid. En alleen al door vanuit hun moeilijke situatie thuis soms deze heuvel op te komen en hier op die hoogte even rond te gaan, hadden ze al even beter kunnen ademhalen, iets alleen of iets met elkaar meemaken wat hen letterlijk al wat optilde over het gewicht en het leven van elke dag. Iets dichter bij het verhaal van Jezus dat zin en duiding en toekomst geeft aan wat wij als kruis op ons leven kunnen ontmoeten. Er zijn heel veel kruiswegen. In alle kerken hangt er wel eentje, in alle kapellen. Ik heb er in ook al heel vele gezien, bijvoorbeeld die van Lourdes. Figuren die allemaal mens-manhoogte zijn. Eén die mij de meeste indruk heeft nagelaten en waar ik al heel vaak ben bij stilgestaan, is die van Albert Servaas in de abdij, de Trappistenabdij van Orval.
waar de huidige bisschop van Gent vandaan komt. Een prachtige kruisweg die Albert Servaas daar gemaakt heeft in fresco toen de kerk werd gebouwd. Een kruisweg waarmee Servaas toen niet zo populair was, want hij brengt ook de ruwheid van het verhaal in beeld, maar tegelijk een kruisweg die uitnodigt tot bezinning en verinnerlijkte betrokkenheid op het verhaal. Zeker een aanrader als je ooit in het zuiden van ons land bent, in de buurt van de abdij van Orval. Rond deze berg zijn nog wel meer merkwaardige dingen te zien. Bijvoorbeeld daar beneden kijk ik nu op 5 waterputten. Ooit in 1691 zijn daar 5 waterputten gemaakt die nu verborgen zitten onder meer moderne betonnen omhulsels. 5 waterputten, wie weet waarom ze hier eigenlijk gemaakt zijn. Maar 5 putten die men nadien heeft verbonden met de 5 wonden in het lichaam van Jezus op het kruis. Wat is er eerst geweest, die 5 putten om water te hebben of die 5 wonden die men ermee verbonden heeft, wie zal het uitmaken? En toch, het is een oeroud symbool dat op heiligdommen ook water stroomt, water geput kan worden. Zoals die herder in de 13e eeuw al hier dronk van het water en genezen werd. De 5 wonden van Jezus, de 2 handen, de 2 voeten en de wonden in zijn zijde. Trouwens, de evangelist Johannes zegt dat toen ze een lans staken in zijn zijde, dat er water en bloed uitvoelde. Water vloeide symbool van het doopsel, bloed vloeide symbool van de Eucharistie. Het lijden van Jezus werd een bron van nieuw leven. Nieuw leven dat we ontvangen sacramenteel in het doopsel met water en de Eucharistie, het delen in brood en wijn, het lichaam en bloed van Christus. Jezus dood die niet zomaar voor zichzelf was, die niet het einde was, maar die juist een begin was van een levensstroom die door de geschiedenis en door de wereld gaat, tot op vandaag. De 5 wonden van Jezus, de 5 waterputten. En wat me ook nog treft, dat zijn op verschillende plaatsen hier, maar ook aan de deur van de kapel, mensen die al van generaties lang linten komen hangen aan de kapel als teken van het gebed dat ze hier hebben achtergelaten. Zo zit de mens in elkaar, zo zit ook ons geloof in elkaar. We leven niet enkel van geestelijke gedachten en geestelijke gebeden. Nee, wij zijn mensen van vlees en bloed. En we willen ook iets van onze handen, iets van deze wereld, achterlaten als teken van ons gebed, van de voorbeden die we hier tot de Heer hebben gericht. Trouwens, ik keek daar net even discreet aan die lintjes. Wat mij opviel, op eentje staat er dankje. En danken is ook een gebed. En een ander is geschreven in letters die ik niet kan thuiswijzen, die mij eerder doen denken aan Armeens of aan een soort Indisch schrift. Het zegt tegelijkertijd iets over het internationale van onze geloofsgemeenschap. Het was misschien zelfs geen christen die hier een lintje is komen hangen, omdat ook hij of zij met een gebed in het hart rondloopt. Ik heb het op zoveel plaatsen al gezien, in Lourdes bijvoorbeeld ook, hoe mensen een kaars achterlaten met een licht om nog te blijven branden wanneer wij er niet meer zijn. De dingen, de natuur, datgene wat we maken, zit ook in het gebed en is drager van ons gebed. Is dat bijgeloof? Nee. Het zijn voor mij tekens van geloof. Zoals de liefde ook tekens ziet, als een jongen en een meisje van elkaar houden en het wordt een beetje serieus, dan kopen ze voor elkaar een verlovingsringetje. Moet dat ringetje? Nee, je kunt perfect verloofd zijn zonder ringetje. Maar het ringetje zegt van, ik meen het en ik wil het je ook tonen. En die lintjes, denk ik, die zijn een beetje van deze orde. Moet het bij God? Nee. Maar het zegt wel iets over de verbondenheid die we met God voelen en die we daarmee uitdrukking willen geven. Een kapel, een groot kruis, 7 kapelletjes met de kruisweg. Het stond bijna vol.
En toch heeft men er een eeuw later nog een beeld aan toegevoegd. Maria, de Pietà. Je ziet Maria die naar omhoog kijkt, die haar overleden, gekruisigde en gestorven zoon vasthoudt. En je ziet hoe Maria is gehuld in een grote mantel. Dan doet Maria mij denken aan wat wij vandaag noemen alle mantelzorgers. De mantelzorgers. Al wie thuis of in de familie zorg draagt voor iemand die bejaard is, voor iemand die ziek is, voor iemand die een beetje in de rand van de familie is terechtgekomen en die daarmee een grote verantwoordelijkheid, dagelijkse verantwoordelijkheid op zich neemt om zorg te dragen voor wie dat nodig heeft. Veel mensen die het thuis doen, zonder dat de samenleving er veel weet van heeft of zonder dat de samenleving er zo tekenen van waardering bij stelt. Al wie in de voorbije maanden, sinds februari, maart, zorg heeft gedragen en nog draagt voor de slachtoffers van het coronavirus. Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, allerlei diensten van ondersteuning, wetenschappers ook die op zoek zijn naar een vaccin. Ze zijn allen als één grote mantelzorg gaan staan rond de patiënten. Met veel meer inzet, noeste arbeid, vergeten van zichzelf en het laten vallen van hun persoonlijke voorkeur ook en van vrije tijd en vakantie, om het maar op te nemen voor deze nieuwe patiënten. Bij het beeld van Maria wil ik dankzeggen aan alle mantelzorgers in onze samenleving. Heer, laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook, mijn geheven handen u een avondoffer zijn. Ik nodig jullie uit om het even stil te maken en na te denken over wat er vandaag gebeurde, het in je herinnering opnieuw naar boven te brengen. Wie mocht je vandaag ontmoeten? Wat mocht je vandaag meemaken? Dank God luid op voor iets moois dat je vandaag meemaakte. Ook ik zal luid op vertellen wat mij vandaag heel dankbaar maakt. Bij de kruk, midden de Kempen, mocht ik vertellen over een herder die daar ooit genas door van water te drinken. En op het einde zat ik bij een beeld, een Pietà, Maria die met haar wijde mantel Jezus naar beneden van het kruis laat komen en die hem bergt, die geborgenheid is, zelfs voor haar overleden zoon. De mantelzorgers kwamen ter sprake. Ik wil vandaag God danken voor al die mantelzorgers die over anderen een mantel leggen van goedheid, van zorg, van aandacht. En dat vaak doen met heel veel geduld en voorzichtigheid. Het is ook niet altijd even gemakkelijk om voor een ander te zorgen. En toch, ze zijn er. Op zoveel plaatsen, in zoveel huizen. Mensen die voor elkaar die mantel zijn van liefde en zorg. Goede God, ik dank je voor hen. En ik hoop, als ik het ooit nodig heb, dat ook ik zulke mantelzorger zal vinden. Verheerlijk mijn ziel de Heer, want Gij zijt groot, Heer mijn God. Verheerlijk mijn ziel de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God. Deze dag die nu stilaan ten einde loopt, bracht misschien ook zorgen en verdriet. Wat verliep vandaag minder goed? Wat heb jij, denk je, minder goed gedaan? Vragen we God in stilte nu om zijn kracht en vergeving. Red en bevrijd mij, doe mij recht,
hoor mij en kom mij te hulp. Red mij en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp. Voor vandaag, voor vanavond, nog een paar verzen uit de profeet Ezechiël. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. U zult wonen in het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb. En u zult mijn volk zijn, en ik zal uw God zijn. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten, en ik zal ervoor zorgen dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. U zult wonen in het land dat ik aan uw vaderen gegeven heb. U zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Heer God, wij danken u voor de dag die voorbij is. Zie genadig neer op ons. Behoed ons en bewaar ons in uw liefde, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.